eens en vet jullie kijken naar deze nieuwe vlog. En vandaag wordt het eventjes een wat andere vlog. En ook een wat langere vlog. En ik lig nou in mijn bed zoals jullie kunnen zien. Want het is vandaag niet zomaar een dag. Het is vandaag zaterdag de 21ste. Het is nou volgens mij 11:30. En ik ga eerst eventjes uit mijn bed komen, want het is een beetje awkward. En als ik om me heen kijk, zie ik allemaal dit soort dingen. En ik denk, what the fuck, die paaskussens en zo, daar moet je even niet op letten. Maar ja, vandaag is dus een 12 uur stream. Zoals jullie zien, het hele Teach Games Headquarters is er al klaar voor. Ik heb OBS al helemaal goed ingesteld. Daar zie je ook mezelf. Fucking nice. En ik heb hier de tweedeck aanstaan. Ik heb dadelijk ook de comments erbij. Ik zal ze er even bij pakken. Het is nou dus 11:30 en we beginnen pas over 2,5 uur. En we hebben nu al 29 kijkers. Dus ik heb er echt fucking veel zin in. En ik ga tijdens de stream gewoon af en toe een beetje vloggen. Jullie een beetje erbij houden. Als het goed is, komt Alex dadelijk als eerste. Dat weet ik niet zeker, maar ik dacht van wel. Giovanni en Thomas hier rijden met Vincent mee. Die gaan op de terugweg weer met de trein terug naar huis. En tot zo. Later. Nou, daar zijn we dan, hè. We zijn hier nou met aardig wat mensen. Het is inmiddels 4 uur later. En ik vlog nou even snel, want mijn nummer is schijnbaar in de ronde gegaan. En ik ben hier nou dus met Thomas. Yo, Thomas. Yo. Hoi. En Jort hier is op dit moment aan het streamen. Yo, Jort. Hoi. Hoi. En we hebben hier Vincent zitten. Yo, Vincent. Yo. Alle linken staan daar in de beschrijving. En dan hebben we hier Meindert. Hi. En dan hebben we hier Aldo. En dan hebben we hier Gio. En ja, het is hier fucking gezellig. Het is inmiddels echt, hoe laat is het? Het is 8 uur. We hebben inmiddels al 3 uur dedels achter de rug of zo. Maar we gaan gewoon lekker weer door. En ik heb er super veel zin in. Ik ga hier ook even de rotzooi laten zien. Daar zijn 2 flesjes Icy. Daar liggen een mega grote stapel aan tassen. En dan hebben we daar ook nog van alles liggen. En appels. En ja, hier zijn ze de wifi. En mij dit is zijn telefoon aan het ontdekken. Ja, man. Iedereen kan je wifi-code zien. Maar mensen, wij gaan weer door met streamen. En tot later, als wij dadelijk om 2 uur naar pakken zijn. Hi, mijn naam is Peter. En steun de arme baksteentjes in Australië, want we hebben geen vriendjes meer. Dus doneer nu op. Volgens mij, jongens, hebben we weer een dedos. Maar het is Milfitsa, hoe laat is het? Het is 11:15. Het is 11:15 en we liggen hier al allemaal op. Nee, grapje. Maar we hebben weer een dedos. Laat ze maar. Maar steeds is maar eventjes en dan kunnen we dan weer daarna gaan streamen. Maar voor ons is het dus wel 30 uur, maar voor jullie dus waarschijnlijk niet. Nee. Maar ja, boeien. Vincent, hoe laat is het? Het is 12:45. Het is nou op dit moment 12:45 en we hebben weer een dedos achter de rug. Maar boer is geen ene flikker, nee, want we hebben het fucking gezellig. We zijn er middenin. Ja, we zitten er echt gewoon middenin. We hebben gewoon echt al fucking een kwartier of half uur 0 kbps. Ja, ik weet eigenlijk niet eens wat het betekent. Nee, ik weet wel. Kilobytes per second, weet ik veel. En geen ene server doet weer vast wel weer de TNG server. Ik ben dik ingezoomd. Yo, kijk eens, we bellen met Amber. Geen idee waarom. Amber, je komt in de vlog. Hallo, kijkers van Gameplay World XL. Dan komen we bij deze muurvlog. Vandaag, vandaag een nieuwe vlog. Is er even altijd uitreiken voor mijn vlog. Ja, dan ga ik door. Kijk, die komt niet. Oh, maar fuck jullie echt, serieus. Fuck jullie. En dan zijn we weer dan. Het is inmiddels Alex, hoe laat is het? 9:03 in de middag, zoals jullie zien. Het is echt fucking boud weer buiten, maar dat maakt niet uit. Wij zitten hier binnen in het mega grote zweethok. We hebben hier Alex zitten, die nou op dit moment aan het streamen is tegen niks, want we hebben dedels. Ik heb wel wie. We zijn alleen maar aan het streamen tijdens een dedels, of alleen maar aan het vloggen tijdens een dedels, maar dat maakt niet uit. En dan hebben we David zitten, die is ook helemaal kapot, of niet? Yes! Ja. Kijk, hem zit nou heel onzeker. Dan hebben we hier Thomas van Corfa. Yo, Thomas. Yo. Hoi. Ik ben echt moe. Je bent ook echt moe, jij of niet? Ja. En dan hebben we hier beneden, dan hebben we hier ook nog iemand liggen. En dat is Job Perk. Hij heeft niet echt een kanaal, maar dat gaat hij wel binnenkort maken, toch? Nee. Oké. Okay. En dan hebben we daar, iemand anders liggen. Die kennen we niet. Die kwam zo, die belde zomaar aan en toen kwam hij naar binnen en toen ging jij hier neerliggen. En wij proberen nog eventjes live te gaan en ik hoop dat dat ons gaat lukken. En dan zien wij jullie zo weer terug als het afgelopen is of als ik whatever ga doen. En tot de volgende keer, later! Yo, kijkers, en het is nou 11 uur, bijna 11 uur en mijn stem is nog slechter als net. En de stream is nou afgelopen. We hebben het volgens mij om 10:30 hebben afgelopen, afgerond. En dat was ik super chill. We hebben daar op de stream hebben we nog ons woordje gedaan. Dat kan je allemaal hier ergens aanklikken. Dan kan je dat eventjes bekijken.
En Ja, jongens, we zijn er volgens mij allemaal een beetje slaapdronken hier. En hier ligt Thomas natuurlijk. Ik denk dat Thomas toch echt wel de... Degene die als eerste gaat slapen. De eerste die dadelijk gaat slapen, want Gio die heeft natuurlijk al 5 uur achter zijn rug. Gio. Maar het was in ieder geval echt een hele toffe ervaring. Het was misschien toch een kortere vlog als ik had gepland, maar ja, het boeit mij geen ene flikker. Maar nu moeten we nog alles gaan opruimen en morgen moeten de mensen moeten om 9 uur dan al naar huis. Maar ja, of nee, 10 uur moeten ze naar huis. Uiterlijk opgezond, dan was ik mijn ouders gegooid. Nee, maar mijn ouders zijn wel niet tot 9 uur hoor. Alex, wil jij nog wat zeggen? Dankjewel dat ik mocht komen en ja, weet ik veel wat. Ik ben gewoon fucking blij aan jou. Ja jongens, we zijn allemaal een beetje slaapdronken volgens mij. Gio, wil jij nog wat zeggen? Ik heb het meeste dingen opgenomen. Nee. Nee, oké. Okay. Jod, wil jij nog wat zeggen? Wat voor geluid maak je? Nog een keer. Fijne feestdagen. Thomas, wil jij nog wat zeggen? Sowieso deze vlog liken. Ja. Oh ja. En Vincent? Abonneer op Vincent. Oh ja, en je moet ook... Kijk jongens, kijk hoeveel volgers ik al heb. Volg me ook even op Vincent. Het is kerst. En Alex, bedankt voor het lenen van je kerstmuts. Vooral ontvolg Vincent. Oh, alsjeblieft. En bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende keer. Later. Oh. Ik hou van Tease Games. En ik hou van jullie. Oké, die was best wel slecht, hè? En Vincent is boos, jongens. Oh, die is zo fucking... Die kun je echt zo... Ik maak je af, gast.